In deze video zet ik de belangrijkste tips voor een geslaagde wintersportvakantie in de lente voor jou op een rijtje. De lente is misschien wel het meest onderschatte deel van het skiseizoen. Veel wintersporters die denken eigenlijk dat er überhaupt geen sneeuw meer ligt of zitten echt met hun hoofd in de zomer. Maar maak je de goede keuzes, dan kan je in deze tijd van het jaar misschien wel de mooiste wintersportvakantie ooit beleven. Ik sta hier midden in het skigebied van Ischgl en als je om je heen kijkt zou je niet zeggen dat het al half april is. De skicondities zijn werkelijk geweldig. Tip 1. De bestemming. Het kiezen van de juiste bestemming is een absolute must voor een geslaagde wintersportvakantie in de lente. Ondanks dat veel skigebieden in deze tijd van het jaar nog open zijn, adviseren wij je om voor een skigebied te kiezen dat veel pistes op grote hoogte heeft. Wij zijn hier in Ischgl. Hier ligt 90% van het aantal pistes boven de 2000 meter. Hier blijft de sneeuw veel langer goed dan in bijvoorbeeld Gerloos, waar heel veel pistes lager dan 2000 meter liggen. Tip 2. De sneeuwzekerheid. Veel mensen denken dat er in april überhaupt geen sneeuw meer in de Alpen ligt en in de valleien is het ook al behoorlijk groen. Maar in het hooggebergte bereikt het sneeuwdek zijn maximale hoogte eind maart. En dus hoef jij niet bang te zijn als je begin april naar de Alpen gaat dat je niet kan skiën op grote hoogte. Tip 3. De sneeuwkwaliteit. Wil je de beste sneeuw, dan moet je gewoon met de eerste lift omhoog. Voor 10 uur is de beste keuze om een piste te kiezen die al een beetje in de zon ligt. Daar is de sneeuw namelijk al wat zachter. Tussen 10 en 1 is de sneeuw eigenlijk overal goed, dus stel die lunch nog maar even uit. Tip 4. De zon. Het is lente, dus de kans dat de zon schijnt is gewoon net even wat groter dan in de winter. Daarbij gaat hij ook vrij laat onder, dus je hebt van die lekkere lange dagen. Maar de zon heeft ook een nadeel, want in deze tijd van het jaar is die vrij sterk en het verandert de sneeuw, zeker op wat lager gelegen pistes, in van die slushhoop. Hou je daar nou niet van, dan is het helemaal niet erg om wat eerder te stoppen en misschien om wat eerder de apenskiën te duiken. Tip 5. De drukte. Of eigenlijk het gebrek eraan, want het is heerlijk rustig. Het hoogseizoen is voorbij, er zijn geen wachttijden bij de liften en het is heerlijk rustig op de piste. Daarbij zijn de prijzen ook net wat gunstiger. Je betaalt dus een stuk minder voor je hotel of ander soort accommodatie. En dit is dé kans om jouw favoriete skigebied nog een keer te bezoeken.